Radio 10 Gold, top 4000. En vandaag iemand die geboren is in 1983 op 9 juli. Hij was 2 jaar oud toen hij samen met zijn 2 broers en zijn ouders naar Nederland verhuisde. Natuurlijk was iedereen diep onder de indruk van zijn auditie bij The Voice of Holland. En uiteindelijk won hij dat programma op 21 januari 2011. Naast zanger is hij ook nog trotse vader van een prachtige dochter. En vandaag de gast hier in de Top 4000 studio. Dames en heren, Ben Sander! Yeah. Ja. Hey Ben. Yo. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Relax, lekkere koffie. Ja, dat is goed, hè? Ja. Ja, ja. Zeg, jij moet eventjes wat zaken maar even meteen op een rijtje zetten. Okay. Ik zag bij ons in West-Friesland gisteren allemaal verhuisauto's rijden. Hebben we een nieuwe bewoonster inmiddels? Ja. Ja? Ja, dat klopt, ja. Ja? Ja. Is gebeurd? Ja, ja. Ik woon hier samen. Officieel? Officieel. Ben, dat je een beetje mooi jaar gehad ook weer? Ja, zeker. Altijd een mooi jaar. Ja. Leuke dingen gebeurd. Ja. Wat, ja, wat zal je het meeste bijblijven uit 2012? Gisteren, denk ja, ik. Ik denk het ook wel, ja. De verhuizing. De verhuizing. Ja, heb je de mouwen nog de handen uit de mouwen moeten steken? Of? Ja, sorry. Ik voel het nog steeds. Ja, meen je dat nou? Ja, ja, we doen het gewoon zelf. Wat staat er maar meegenomen dan? Wat is er mee? Kastjes en heel veel beertjes. 2000 plusje beren heeft ze. Oh, moet je die neerzetten, joh? Ja, die zitten in de garage. Okay, maar ze weten niet wat ze ermee... Ze hebben heel veel ideetjes. Yeah. Dus als iemand ideetjes hebben, stuur het naar de Twitter van Live of Yvonne, wat ze met 2000 beertjes kan doen, want dan ben ik er ook vanaf. Zou ze er lekker laten, zou ze er lekker laten slagen, man? In de garage. Nee, dat zijn wel leuke beertjes. Ja, maar 2000. Ja, zijn er 2000. Ja, je moet ze ook schoonhouden natuurlijk. Hè? Je moet, die Plumo moet er overheen eens. Ze zitten allemaal netjes verpakt. Oh, dat wel. Oké, okay. Zeg maar... dus het is nu officieel samen wonen. Hey, maar hoe zit het met de schoenenkast? Mijn schoenenkast, nou, ja. Jullie schoenenkast nu? Ik heb mijn schoenen gestapeld. Dat moet wel natuurlijk, dus ik heb weer ruimte. Ja. Hoeveel heb je er? 60, denk ik. 60 paar schoenen. Ja, maar ik heb ze nu gestapeld, dus dan lijkt er 20 van. Ik heb er 3 gestapeld elke keer. Dus. Zeg, je zei net dat je gaat naar het buitenland zo meteen aan het begin van het nieuwe jaar. Waarom ga je zo gauw wel weer weg dan? Ja, gewoon, het is voor een nieuw tv-programma ga ik even een tijdje weg. Dus ik weet nog niet wat, maar het is heel leuk. Ja, ja. Hoop ik. Maar hoe lang blijf je weg dan? Minimaal 3 weken. Zo zeggen, jeetje, minimaal. Ja. Moet ik alles even op Kate passen of zo? Nee, maar die kan op zichzelf passen. Ja, ja, okay. En ze hebben een waakhond, dus je kan het proberen. Ja, ja. Oké, okay, nee, maar als je daar niet mee wegkomt of zo, dan kun je het gewoon vragen, weet je wel. En maar verder, wat heb je al een bepaalde plannen voor het nieuwe jaar 2013? Want afgelopen jaar hebben we je bijvoorbeeld in een film zien spelen. Ja. Dat was wel grappig trouwens, hè? Ja, dat is wel leuk. Ik vind het op zich wel leuk. Acteren lijkt me ook wel heel leuk. Ik kon toch al mezelf zijn natuurlijk. Ja. Ik ben niet iemand die een masker opzet en dan ben ik iemand anders. Dus dan zou ik wel echt mezelf moeten spelen. Ja. Maar ja, waarom niet? Ja. Ja, het is niet een ambitie hoor, helemaal niet eigenlijk. Gewoon lekker blijven zingen ook in het nieuwe jaar. Ik wil gewoon singles maken. Ja. Maar dat vind ik zo grappig, het verschil tussen jou en je broer Dien. Die wil eigenlijk alleen maar gewoon op het podium staan in feesttenten. En de handen in de lucht en heen en weer. Maar jij gaat echt voor de kwaliteit van de muziek ook, hè? Ja, en ik wil ook... handjes in de lucht op mijn eigen liedjes. En niet dat ik koffers moet zingen om iedereen los te krijgen. Kijk, voor heel veel mensen werkt het. Ja. Maar ik wil gewoon vooruitgang voor mezelf. Ja. Ik wil de mensen, als ik op straat loop, dat ze me kennen van mijn liedjes. Hmm. Maar dat is wel het geval nu, toch? Ja, ik ben ermee bezig. Ja. Ben, jongen, ik vond het leuk dat je er was. Dat je kwam vertellen over je grote schoenenkast en over de plannen voor 2013. Ja. Laat je gauw weten wat je gaat doen in het buitenland. Want je maakt het wel een beetje nieuwsgierig natuurlijk ook. Hè, natuurlijk. Zoals, wanneer het mag, dan zal ik iedereen dood twitteren. Ja, ja, oké. Okay. Dat is irritant aan toe. Ja, ja, nee, maar dat geeft niet. Maar als we het maar weten, joh. Want, ja, dat komt helemaal goed. We zijn wel altijd een beetje nieuwsgierig wat je doet natuurlijk. Ja. Ben Sanders, dankjewel, jongen. Radio 10 Gold.